Hoi, welkom bij de Man Cave. Vandaag ga ik dit 8xXL t-shirt ga ik helemaal pippen en doen en mooi maken. Bezig met het idee, hetzelfde als van mijn broek, hetzelfde idee als deze trui. Weet ik nog niet helemaal. Ik ben er heel erg mee bezig, want ik ga het niet in mijn eentje doen. Ik ga het samen met Roar doen. Roar, zeg eens hoi. Hoi. Dat is Roar. Roar is nog heel erg aan het tekenen. Want hij is wat artistieker dan wat ik ben, maar jullie zullen hem straks zien. Dit hebben we vorig jaar gemaakt voor Burning Man. En dit was way too awesome, dus ik wilde weer zoiets doen. Dit was dan een heel erg luchtig, open shirt ding. Hier zie je een beetje de man en die staat dan in een fik en heb je hier zon. En dan heb je aan dit gedeelte heb je allemaal lucht. Dus dat is echt gewoon heel erg cool. Dus dat gaan we dan dus doen met dit shirt. En dit ding is echt overdreven, oversized en awesome. Ik heb al een paar kleurtjes gekocht. Super, super duper geel. Een super duper duper groen. Zilver, antiek goud. Ik ben benieuwd. Hier zitten wat glitters in. Het andere is gewoon echt extreem neon. Ik heb ook nog twee stiften met glitters. We zijn er nog niet helemaal over uit van wat het gaat worden. Roy heeft al een paar artist impressions gemaakt. Schetsen. Oh ja, we gaan voor schetsen. Het past er niet helemaal op, maar dit is het shirt. Hij is een klein beetje groot, maar hij is wel mooi. Dit is wel chill. Als het nou koud is of zo, storm, dan ga ik gewoon zo zitten. Ik kan er zelfs misschien in gaan slapen. Maar dit is het shirt before. Het is gewoon een white tee. En straks is het een colored tee. Tadaa, is klaar. We hebben nu in ieder geval tape erop. En dan gaan we dus alles een beetje inkleuren en doen met die kleurtjes die daar liggen. Ziet er nu al dope uit. En klaar. Kijk, het springt er echt uit. Dit is echt, echt goed gelukt. Ik ben er echt blij mee. Echt heel vet. Thanks, Maro. Die lijn is aan strak. Ja, hè? Dan gaan we zo meteen gaan aan de voorkant beginnen. Dit is de achterkant. Ik ben heel blij. Thanks, Maro. Oké, we gaan nu de voorkant doen. Zoals je ziet heb ik hier al een streepje gedaan. Een roer hier. Dus we gaan een beetje crisscross door elkaar doen. En dan krijg je allemaal vakjes. En die gaan we dan met één kleur invullen. Ik vind het hele mooie artsy-fartsy dingen, zoals dit, dat, daar. En ik vul alles gewoon echt in met één kleur. Dus het is wel een heel leuk effect. Ik denk dat hij wordt echt heel cool. Ik ben benieuwd. Ja, ik vind hem wel echt heel vet nieuw. Groene vingers. Inmiddels ben ik ook aan het helpen. Ik heb een idee. Ik heb een vormpje hierin gemaakt. Ik heb hem gestreken, mijn shirt is helemaal klaar nu. Stond dat ik hem eigenlijk nog moet wassen, maar nou, hoeft dat niet echt. Ik denk dat het wel kan. Ik vind hem wel heel leuk. Het is wel echt, ik voelde me echt heel creatief. Roar ook zei hij. Toen we het dit gingen maken, want hij houdt altijd van hele, dat het hier een driehoek is en dat hier hebben precies dezelfde driehoek. Maar dus eigenlijk wel even de kleuren anders kunnen doen, maar een beetje op die manier. En ik zei nee, we gaan er gewoon voor. En toen hebben we dus ons de beurt een plakbandje gemaakt zo. En dan krijg je dus willekeurige vormen. Wat wel heel leuk is, want dan doe ik hier een plakbandje en daar een plakbandje en denk ik, oh, dat vakje is af. En dan ga ik er vol overheen. Maar daardoor krijg je wel gewoon echt artsy-fartsy dingen. En dus iedereen heeft hier wel wat aan gedaan. Hier ging dus spetteren en deze heeft mascha gemaakt en deze ook. Dat vind ik echt heel vet. Al die hele solid plekken, dat is vooral mijn werk. Maar ik vind hem echt heel cool. En dan hebben we natuurlijk de achterkant. Dit is de man. En dat is hem. Ik ben er blij mee. Ik vind het wel heel cool, ik zal hem even dragen. Overdag kan ik hem misschien nog een beetje oprollen. Dat is
Hetzelfde als het goed gaat. Ja, kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vooral erg bedankt voor het helpen. Proef je ook. Vinden jullie mijn shirt leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En doei, tot volgende week.